Ik zeg dat wel, het is een symbolische handeling, maar de start van 143 betaalbare woningen, overgrote deel sociale huurwoningen, maar ook een aantal betaalbare koopwoningen. En dit is een van de grootste projecten voor onze stad deze periode, dus daar ben ik ben er ontzettend blij mee. Ja. Nee, er staat nog veel meer op de planning. De komende jaren blijven we nog flink doorbouwen, maar we gaan ook nog wat nieuwe projecten uit de grond stampen. Dit project was ook best wel pittig. Daar hebben we flink achteraan moeten gaan, ook rondbellen met vleermuizen die in de weg zaten, vergunningen die op zich lieten wachten. En daar hadden we het net nog even over. En we zijn heel blij dat we nu op dit moment de start in kunnen luiden. En hopelijk gaan hier heel veel Dordtenaren met heel veel plezier wonen. Wanneer zijn ze klaar? Anderhalf jaar. Begin 2026 is hier een volwaardige nieuwe buurt ontstaan. En onder de nieuwe Dordtenaren die hier een plek vinden. Betrokken geweest. En nog veel grotere dank als jullie het heel netjes opleveren, dus dat komt dan ook nog. Maar wel blij dat het nou gaat gebeuren. Zeker. Hoe lang? Ik krijg toch wat meer vorm. Hoe lang hebben jullie erop gewacht? Op dit moment of tot we horen kregen dat we een nieuwe woning hadden? Ja, nou ja, inderdaad, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Niet lang eigenlijk. Relatief kort op zich inderdaad, ja. Het was eigenlijk, we hadden ons ingeschreven, toen was het vrij snel. Voor de rest hebben we nog niet echt op andere woningen gereageerd. Dus, Nee, het was bij de eerste was het raar. Ja. Nou, dat is een felicitatie waard, hè? Ja, toch? Ik zou zeggen succes. Dank u wel. En